Op het Raadhuisplein in Heer staat sinds vandaag een zeecontainer. Onder de noemer Hier in Europa start hier een project waarbij het duo onderzoeksjournalisten Marlies en Remy intrek neemt in de container om zo de rol van Europa in het dagelijkse leven op lokaal niveau te onderzoeken. Maastricht als stad van de Euregio en specifiek het plein in Heer leent zich hier uitermate voor. Een samenwerking tussen Studio Europa en Maastricht onderzoeksjournalisten van Deerhunter en mediacollectief Are We Europe. We zijn in Europa, daarom heet het, het project ook Hier in Europa. Niet alleen met een speelse manier richting de dialectse naam van deze wijk, Heer. Dus in uh, dialect hier. En we zijn in een grensregio, dat maakt het nog zelfs interessanter. Wij hebben drie landen om ons heen, inclusief in Nederland. En dat is dagelijks leven van mensen. Want heel veel ondernemers die hier eigenlijk hun zaken hebben, sommige sinds tientallen jaren. Uh, ondernemen al grensoverschrijdend. Zij halen hun onderdelen, materialen uit Duitsland, uit België. En natuurlijk doet dit iets met hun toe. Uh, dat grenzen met België dicht zijn bijvoorbeeld sinds maanden. Thema's als ondernemerschap, duurzaamheid en veiligheid komen aan bod. Vooral bij dat laatste lijkt de urgentie van Europa nu meer dan eens aanwezig in coronatijd. Aangezien we nu als Europa onze verantwoordelijkheid nemen. Hallo, welkom. Waar zien we, waar voelen we Europa? Wat dat, dat dan ook mag zijn, is dat enkel aan de grens, zeker nu in deze tijd waar het de grens met België is afgesloten? Is dat uh, het feit dat ik um, voor de coronatijd heel gemakkelijk gewoon naar eender welke uh, uh, stad kon vliegen en dat dat nu allemaal veel moeilijker is? Waar, waar voelen we Europa in ons dagelijks leven? En om dat te kunnen snappen, proberen wij het dagelijks leven van een herenaar, um, te proberen daar zo dicht mogelijk bij te komen, door zelf in Heer te komen wonen. We maken ook een naslagwerk en dat doen we op kaarten. Uh, dus we proberen een kaart te maken van een verhalende kaart uh, die het narratief van een bepaalde plek vertelt. Dat doen we op, op dit groot uh, vel. Dus wij zijn hier nu ongeveer, wij blijven hier een maand. En in die maand komt ook nog een andere partner die een soort van sprintweek gaat organiseren en ook met ons werk aan de slag gaat. Zodanig dat we nou, een soort van naslagwerk krijgen over wat het dat nu betekent, Europa, voor iemand die en hier De container staat er tot en met 3 juli.